Hallo, welkom bij je Love Reading van 7 augustus tot en met 7 september. Ik ben er al een paar dagen mee bezig en het wordt heel erg mooi. Ik ga jouw liefde, die je nu hebt of die je in de toekomst gaat krijgen, een ex, een secret lover, een lover in ieder geval die om jou heen ligt, ga ik met de energie van de Aleister Crowley Tarot trekken. Maar ook jouw energie. En wat brengen jullie samen nou naar de relatie? En hoe gaat die relatie zich ontwikkelen? En hoe zit je erin? Hoe zit je erin met je hoofd? Hoe zit je erin met je hart? En wat voor acties heb je? Ik heb voor mezelf getrokken de Princess of Cups. En zij heeft een zwaan uit haar hoofd. En ze is helemaal verbonden met het universele. Ja, ik kan het wel zeggen. De klank is om voor haar en ik mag deze readings voor jullie doen helemaal vanuit het cup-element. En het grappige is, ze is heel erg roze en groen en ik had mijn badjas vanochtend gewassen en die was wit, maar die was nu roze, dat ik dacht, ja, oké, mooi, mooi zijn. Je kan dit kijken voor je sterrenbeeld en je kan het natuurlijk kijken voor het sterrenbeeld van je liefde, dus je kan crosswatchen. Ik zet de winnaars van de twee Pantelurnemans hieronder. Deze keer ga ik een heel mooi deck verloten. En het is de Woodlands. Hij zit nog in zijn jasje, de Woodlands. En ik ga mijn laatste roman, Vrouw in de War, ook verloten. Dus als je die wil hebben, schrijf het onder het filmpje en laat me weten of je herkent in de love readings. Laatst schreef iemand, Mabel, oh, je zei het al in je reading en mijn relatie is uit. Bam! Ik dacht, oh, dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ja, sommige dingen, die voel je en die moeten gezegd worden. Als je hier nieuw bent, welkom. Ik ben Mabel van den Dungen. Ik ben helderweten, heldervoelend. Maar mijn dayjob is een coachingpraktijk. En daar heb ik het heel erg druk in, want ik heb een ontzettend leuk nieuw traject ontwikkeld. 21 dagen afvallen met een hoger doel. En daar heb ik tijdens een masterclass zoveel nieuwe klanten op gekregen. Ik geloof uit mijn hoofd 24 dat ik echt 7 dagen in de week heb gewerkt en niet aan mijn readings toekwam. Maar als ze er zijn, zijn ze heel mooi. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je abonnee wordt. Het is gratis. En welkom bij de club. En als je zegt, Mabel, ik vind het heel leuk zoals je dat uitlegt, want ik ga ook heel goed het legpatroon met jullie doornemen. Je kunt samen in mijn Mabel's Tarot Facebook Club de gewone Ray the White leren. En ik heb de grote arcane, grote geheimen, de kleine arcane, kleine geheimen en de hofkaarten. Plus 78 kleurplaten en 3 e-books. Heel erg leuk. En volgens mij zijn ze nu in de aanbieding. Ik stuur je al mijn liefde. Laat weten wat je winnen wil. De winnaars van de vorige reading staan hieronder. Hallo lieve vissen. Welkom bij je love reading met mijn Aleister Crowley tot de row. Heel alchemistisch, mystiek deck. Wat zijn oorsprong ook heeft in de Kabbalah, Tree of Life, Hebreeuwse letters. Heel mooi, prachtig artwork van Lady Frieda Harris. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Een love reading, daar gaan we, schatjes. Zo zit jij met je hoofd erin. Wow, deze trok ik vanochtend voor mezelf. Eigenlijk is dit God. Hij heeft een ibishoofd. En dat is een hele mystieke vogel, Egyptische mythologie. De hermit is degene die naar binnen gaat. Hij draagt de zon, maar hij heeft ook alle wijsheid in zich. Ik weet niet hoe ik het goed uitspreek, maar dit is de driekoppige hond. Cerberus, ik weet niet zo goed hoe ik het uitspreek. Deze is voor de speech. Deze is voor het bewustzijn. En deze ziet alles. Maar de hermit is eigenlijk niet bang voor zijn lagere bewustzijn. Daar staat de hond voor. Dit is het de Orphis Egg.
En je ziet dat in alle kaarten bijna terugkomen. Het is de schepping met de slang eromheen. En de hermit kijkt daarnaar. Hier is een klein kindje in een spermatoïde. En hij heeft ook de diamant op zijn hoofd. En dat betekent dat deze kaart in de Kabbalaboom Keter is. Het licht van Keter, dus het hoogste, het heilige, komt ook binnen. In je hoofd, dit is Virgo, dus het is ook een aardse kaart. En dit is Jod, waar alle 22 andere Hebreeuwse letters uit bestaan. En dat zijn ook weer de paden op de boom. En er is heel veel tarwe. En dat is dat aardse, maar het is ook de schepping. In jouw hoofd ben je over deze relatie dus nog heel erg private. Je hebt de wijsheid in pacht, je doorziet alles. Maar je houdt het nog voor jezelf. Hoe ziet jouw liefde to be, je soulmate, je ex, je lover, je huidige relatie er nu in met zijn hoofd? Of haar hoofd. Of hun. Ik weet niet hoeveel lovers je hebt. The Princess of Wands. Oké. Zij is heel vurig. Ze heeft de tijger om zich heen. En het is ook de Wands. De Wands is een heel erg actiegericht. En heel erg vurig. Hij of zij. En het is ook de zon. Wil jou. Dit is echt een passievolle kaart. Kan je zeggen, ja, maar dit is een lager bewustzijn. Dat hoeft niet per se. Dat zien we zo meteen aan de andere kaart. Hoe zit jij met je hart erin? Prachtig. Met deze kaart mocht ik alle readings geven. Ze heeft alle vormen van de schepping, die er maar mogelijk zijn, op haar prachtige jurk. Ze is heel fluïde. Ze zwemt en zweeft en floot door het leven heen. Ze heeft in plaats van dat erk, heeft ze de hele schepping in haar bokaal. Princess of Cups. En je bent dus klaar voor de liefde, want je lotusbloem is rechtop. De heilige zwaan, eigenlijk om haar heen. En om is het geluid. Zij is heel psychic. Zij is heel spiritueel en ook heel erg lief. En ze wil heel veel voor een ander doen. Het is echt een dienende kaart. Waar de Princess of Wands precies haar eigen zin wil doen. Wil jij eigenlijk een ander ondersteunen en helpen. Zo zit jij erin. Heel gevend met je hart. Hoe zit je liefde to be, je huidige liefde of je ex erin? De Hangman. Ik ben wel verbonden. Ik ben ook in dezelfde kleuren. Ik heb mijn verbinding met het hogere, transformatie met de slang, en hier liggen de slangen ook weer. Maar ik ben wel afwachtend in mijn hart. Ze kijkt ook naar deze kant. Passievol in mijn hoofd, maar mijn hart geef ik nog niet aan je. Oké, hoe zien mijn acties eruit? Ten opzichte van deze lieve vis. Dus vis, hoe zien mijn acties eruit ten opzichte van mijn liefde? Of de liefde die nu al om me heen hangt, maar er nog niet is. The Prince of Cups, wat mooi hè? Dus in je hart ben je liefde. En de Prince of Cups, die heeft zijn lotus naar beneden. Dat wil niet zeggen dat hij klaar is voor de liefde. Hij is heel erg met zichzelf bezig en zijn eigen gevoel. Hoe vlieg ik dit nu aan? Kijk, want jij weet natuurlijk alles al van tevoren. Je doorziet wat hier aan de hand is. Hoe is het met de acties? Dus het is het hoofd, het hart en de voeten. En de voeten staan voor de acties. Jij bent de Hermit, de Princess of Cups en de Prince of Cups. Deze kaart is het. Wow. Stilstaand water, murky. Dit is Venus in Scorpio. Ik ga me te buiten aan alles.
Maar het kan ook een depressie zijn. Het kan een verslaving zijn. Ik indulge. Ik overeet me overal aan en daarom doet mijn kap niet meer. Maar het kan dus ook omdat het in het hart zo stil is en eigenlijk stilstand water, kan dit ook stilstand water in mijn acties laten zien. Dus misschien neem ik wel helemaal geen actie, want er stroomt niks bij me op dit moment. Oké, wat gebeurt er met jouw energie, lieve vis? Als je in combinatie bent met deze persoon, de Knight of Wands. Mijn gevoel zegt dat je wil gaan redden. Heel vurig, heel passievol. Oh, je wil deze persoon met je goede hart, met je Prince of Cups, even een slokje van mijn rozenthee nemen. Met je fantastische hart, denk je. Met je fantastische hart, denk je, hoor je me? Ik regel dit wel. Ik help die persoon. Ik zie het goede. Ik zie het vuur. Ik zie wie je eigenlijk bent. Ik zie je potentieel. Knight of Wands, Princess of Wands, we horen bij elkaar. Wat een lekker theetje, zeg. Ik ben zo gek op roze thee. Maar we gaan even kijken hoe de energie van jouw persoon. The Princess of Disc. Ik kan me heel aards voordoen. Ik kan me heel georganiseerd en geordend en opgeruimd kan ik me presenteren. Ze heeft de staaf naar beneden. Ik kan ook dingen manifesteren die ik wil. Nou, misschien kan deze persoon jou als liefde wel manifesteren. Maar ze kijken niet naar elkaar. Zullen we eens gaan leggen hoe de relatie zich verloopt? In principe is de Princess of Disc, nu heb ik drie prinsessen al, een hele volwassen, stabiele kaart. Four of Disc, die trok ik net ook voor de Waterman. Jij bent op je hoede. Maar het is de disc weer, hetzelfde als de energie. En met jouw energie erbij wordt deze persoon stabieler. En samen zijn jullie stabiel. De vier van bouwen en de vier van power heb ik hier. Oké. Interference. Acht van zwaarden. Het is Jupiter in tweeling. Dus het is eigenlijk een beetje uit zijn element. Je ziet het ook al aan de kaart. Zo van. Ik moet even voelen, jongens. Ik leg er een hematiet. In het Grieks betekent dat bloed. Het helpt tegen verwarring. Dus. Ik help jullie met deze steen tegen de verwarring. Want het verwart mij ook. Grappig, hè, dat dat ook die kaart is. Ik wil heel even voelen. Ik doe mijn oog dicht. Seven of Swords. Na de Four of Disc. Wat gebeurt er dan met mijn energie? Jij gaat uit je voelen. Jij gaat uit je kracht. Het verwart. Wat is hier nou aan de hand? Waar ben ik in verzeild geraakt? Of waarom trekt deze persoon. Oh ja, nu voel ik het. Jij wil redden. Jij voelt, oké, dit varkentje kan ik wassen. Maar dat is dus niet zo. De Nine of Swords is cruelty. Het is Mars in tweeling. Heftig, jongens. Nou ja, weet je, soms moeten de dingen aangekeken worden en gezegd. Je ziet het aan deze kaart ook. Er zit ook bloed aan de zwaarden. Je gaat zo uit verwarring, of er is zoveel verwarring, maar ik denk dat er bij deze persoon ook heel veel verwarring is. Daarom zei ik ook al, de depressie, weinig zelfliefde, crosswatchers zitten misschien te grommen. Wat weet jij er nou van? Wat weet jij er nou van met je stomme kaarten? Hmm.
Ik ga van een ander dek een 3 kaarten eronder leggen. Van mijn Moon Void Tarot. Die liggen er ook niet om hoor. Oké. De 5 of Cups. Emotioneel treuren om dat wat er niet is. Maar je ziet niet, achter je staan 2 Cups wel vol. Zo de mythes, jongens. Hé, ik mag het niet mooier maken hoor. De 5 of Swords. Oké, strijd, strijd. Ja, dit dek ligt er niet om. En de 2 of Wands. Oké, dan weer de weg weten. Ik zeg, en ik had een hele kleine rozenkwarts voor jullie meegenomen. En ik heb er heel veel groot, maar deze is heel erg krachtig. Ik zeg no go. Dat heb ik nog in alle 12 readingen nog niet gezegd. Want ik vind niet dat het aan mij is. Maar jullie zijn zo spiritueel, zo heilig, zo zuiver, zo mooi. Dat is deze persoon niet. Die kan het niet. Hij wil het wel, of zij wil het wel, maar het gaat niet. Having faith. Trust the process. Coming full circle. Oneness, wholeness, bonding, merging. Ja, met jezelf, zeg ik. Met jezelf. Bijzonder, hè? Ik zou heel graag willen dat ik wat anders voor jullie op tafel mocht leggen. En het grappige is... Nou, het is niet zo grappig. Ik had dit boek al gepakt voor jullie. Zoals een mens denkt, van James Allen. Het is in het Nederlands en in het Engels, in hetzelfde boekje. Dit boek is een zelfhulpklassieker en heeft wereldwijd miljoenen lezers geïnspireerd. En doen begrijpen dat visies van de mens werkelijkheid kunnen worden. Simpelweg door middel van kracht van het denkvermogen. Het is een beknopt boek, maar bevat evengoed een grote schat aan wijsheid. Ik vind het een prachtig boekje. Totdat het denken wordt gekoppeld aan doelstellingen zijn intelligente prestaties niet mogelijk. Een mens dient zich geloofwaardig doel te stellen en zijn best te doen het te bereiken. Hij dient zijn doel tot de spil van zijn gedachten te maken. Dit doel kan de vorm aannemen van een spiritueel ideaal of het kan een werelds doel zijn dat met zijn aard overeenstemt. Welk doel ook hij heeft, hij dient zijn aandacht er voortdurend op te richten. En ik zeg, lieve schat, ga in godsnaam voor de harmonie die jij in je hart hebt. Want jij bent de Princess of Cups en je houdt van iedereen en je wil iedereen helpen. Je wil iedereen redden. Maar het mag nooit ten koste van jezelf. En ik zou zo graag de bringer of goed nieuws voor jullie zijn. Maar misschien is deze waarschuwing veel waardevoller dan regenbogen en unicorns. Laat me weten of je het herkent. En als je hier nieuw bent, misschien zeg je, ja, dit heb ik nodig gehad. Dit is een spiegel, ik zag het niet, maar nu zie ik het wel en nu weet ik beter. En ik wil geen 9 of Swords, ik stop ermee. En gun deze persoon zijn eigen moeras. En ga voor een gelijkwaardige liefde. En daarom pak ik erbij, zoals een mens denkt. Want ik voelde van tevoren al, hey, mijn lieve vissen, die zitten in een verhaal wat niet hun verhaal is. Ik hoor heel erg graag of het resoneert. Of je het dek wil winnen of je de roman wil winnen. En de winnaars van vorige maand staan hieronder. Nou, sorry lieve visjes. Tot de volgende keer. En dag lieve crosswatchers. Ook als jullie grommen.